Goedemorgen allemaal. Och, wij hebben vannacht even losgeslapen, want Gregor moest zo hard hoesten. Hij zei, ik ga wel even boven mijn kamer liggen, anders houdt hij ons helemaal wakker. Maar... Milaatje komt dus uit bed, s'nachts. Maar dit keer ben je niet gewoon op onze verdieping gebleven. Ben je niet naar de begane grond gegaan? Is ze naar plus 1 gegaan? Daarboven, toevallig, dat kreeg ik er ook nog te slapen en alles. Maar echt... Gekkie. Maar natuurlijk die trapdingetjes ook weggaan. Maar ja, aan de ene kant, ik vind het dus ook moet leren. Wil je op de barkruk? Mag. Wil je havermout een bijtje? Nee. Broodje? Nee. Fruitje? Ja, ik wil boos. Framboos? Nou, dat komt goed uit, die heb ik gekocht. Sneeuw. Het sneeuwt. Show me. Mila heeft styling gedaan. Ze vindt het zo leuk om ons aan te kleden. Sorry. Hier, ik doe hem op. Oh, deze bril was voor mij en jij moest zo. Ja, en daaronder heb ik mijn bril, zodat ik nog wat zie. Ah, I like it. So. Go Mila, goed gedaan. Dankjewel, schatje. Neem me mee, anders dan... Mila is gewoon beneden aan het spelen. Ja. Joh, prima. Mila, waar ben jij? Oh, heb je al je kaartjes weer gepakt? Nou, we gaan naar de Upside Down zo. Helemaal zin in. Helemaal zin in. We hebben met allen gefacetimed. Oké. Hoppa. Het is krullen van... Gisteren maar eergisteren. Zo. Oké, we hebben nu deze. Met mijn diepe boots. Oh, love deze. Ze zijn zo vet. Oké, de look. Dit is zo'n nieuw topje van de H&M, maar die is echt al very blue, zeg maar. Zo, dit. Dat is dat trendje dat hij zo mop gaat. Ik vind het wel leuk, maar wel... In your face. Maar goed, het is niet verkeerd. Het is niet te, maar het is wel, het trekt wel de aandacht. Oeh, daar gaat mijn telefoon. Nou, ik laat alles vallen vandaag. Daar zie je. Oh, zo schattig dit. Zo. Oh. Zo cute allemaal. Zo. We zijn er. Yay. Wie is dat? An? Oh, voel, wacht maar, jij wil een foto maken? Oh, leuk hè? Baby knallen. Wauw. Oké, we gaan naar de ballen. Maar Mila wil heel graag naar de ballen. Wow. Sensory play dingen ook voor kleintjes. Leuk hoor. Echt heel leuk. Ik wist vorige keer, ik was hier met Anne, ik denk dit gaat Mila geweldig vinden. Oh my god, Mila, kijk eens. Lekker. Goed hoor. Proef maar. Oh jongens, dit was zo leuk.
leuk, toch? Ja, dit was echt onwijs leuk. Ik had het natuurlijk met Anne al gedaan en nu dan met Mila en met Foef. Het is echt leuk voor kinderen. Dus als je nog een leuk uitje zoekt, dan is dit zeker de moeite waard. We hebben leuke foto's gemaakt voor onszelf. Vond je het ook leuk, Mila? Nee. Mila vond het allerleukst de milkshake op het einde. Dat vond vooral ze. Dat vooral die smiley die erin zat. Dat is zeg maar het hoogtepunt van deze dag. Smiley heb je mee, hè? Ja, die zit in, ik je, denk zak, in je zak, denk nog. Ik. Maar goed, E-plus, het zit hier bij de rij. Trouwens, mocht je willen weten waar in Amsterdam, bij de rij zijn hiernaast. Hey guys, wij zijn weer thuis en het was super leuk bij de Upside Down. Echt genoten. Ik heb net bericht gehad dat de opvang morgen weer dicht is. Onze opvang is zo vaak dicht tegenwoordig door personeelstekort. Super jammer natuurlijk. Ik weet het probleem speelt en wij mogen echt niet klagen, want het is ons nu... Nou, misschien 6 keer gebeurd. Maar ik heb echt vrienden bij wie systematisch elke week wel 1 dag uitvalt. Dat is natuurlijk echt jammer. Maar ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met werk, salaris. Het is zwaar werk. Ik had vandaag ook nog comments van allemaal meiden die zeiden... Nou, we hebben dat niet meer hoor. Schoonmaker die dingetjes doet en zo. Tijdens het natuurlijk helemaal veranderd. Maar ja, dus we hebben morgen ook Mila. En die dag erna natuurlijk ook. Dus we zaten echt zo van... Wat zullen we gaan doen? Het is best wel lekker weer. Maar een soort van... Ja, laten we daar maar het beste van maken, weet je wel. Ik heb gelukkig niks staan als in wat noodzakelijk is waar ik heen moet of zo. Of shootdagen of wat dan ook. Het is gewoon echt thuiswerken. Wat op zich ook kan met haar erbij. Maar we dachten, nou, laten we daar maar gewoon leuke dingen gaan doen. Dus we dachten, we komen dan nu thuis van Upside Down. We dachten, waarom gaan we niet zo meteen avondeten bij... In Noord ergens, Loetje, plek. Maar we dachten, het is misschien koud nu. Maar Loetje, die schijnt een vega biefstuk dingetje te hebben. Die wil ik nog steeds proberen. Dus, I mean... Let's do that. Mila moest nog even werken. En ze doet precies hoe ik het zeg tegen haar. Als ik zit van kom, we gaan doen. Of iets. En ik moet nog even werken, lieverd. Mila, kan wel? Nee. Nee? Wat moet je doen dan? Nog werken. Oké. Okay. Ze gaat opmaken. Oh. Zo. Wij gaan heerlijk lopen naar het pontje. En lopen naar in Noord. En lopen. Naar eten. Lopen naar eten. Heerlijk weer om te wandelen. Het is fris, maar heerlijk, zeg maar. Lopen naar. Loop maar door. Mooi. Kinderwagen mee. 4:15 reservering, toptijd. Dan is achter de kans groot dat we op tijd ook klaar zijn met eten, zeg maar. Want je het ook niet te laat maken. Dan gaan we lekker uit eten. Helemaal zin in. Lekker frisse neusjes. Lekker frisse neus ondertussen halen. Ik een beetje lopen. Voel zijn rug een beetje rekken en strekken. Ja. Oké, we wachten op de pot. Daar. Even naar Noord. Heerlijk. Dit is what I live for. Dat we wat zo hierheen lopen, pont op gaan. Andere kant van Amsterdam, om mensen op de fiets. Gewoon lekker easy. Goeie ideeën heb ik vandaag. Hè? Ja, je hebt echt goede ideeën vandaag. Ja. Nog een beetje zijn de molen. Mm-hmm. Jongens, ze heeft haar muts over de ogen gedaan. Het is weer zover. Het is hoenie mensen tijd. Yeah. If you know, you know. De mood die we allemaal hebben. Jongens, check dat bootje daar. Die jacht. Ik zou best wel botenspotter willen zijn. Ik vind het zo fascinerend. Wat? Ja, botenspotter. Dat je zeg maar foto's maakt van als er weer eens een keer superjacht ergens is of zo. Ja, dat je denkt van oh, dat je daarheen gaat om foto's te maken. Dat soort dingen. Ik vind het heel erg leuk. Zijn er van die websites waar dan gedeeld wordt van die boot komt in Nederland aan en zo? Ja. Ja, ik wil dat weten. Ik wil het volgen. Weet je wat hier ook zit? Nou? De arcade. Oh ja! Ja. Fun fact. Wij hebben heel serieus gekeken om in Noord een huis te kopen toen we op zoek waren. Daar, hierachter? Hierachter, ja. Het is heel erg upcoming en mooi nieuwbouw. We houden echt van nieuwbouw. Kun je dit nog upcoming noemen? Ja, dus ja echt gewoon, wel. Eigenlijk. Nee, maar kijk hoeveel er hier gebouwd... Nee, er is echt wel upcoming en ja, okay, er wordt nog wel veel gebouwd. Mensen gaan hier ook heen en zo. Alleen, ik heb van zoveel mensen te horen gekregen van be prepared. Je moet altijd die pont nemen. Het voelt gewoon alsof je altijd met de OV moet. Ook al ga je met fiets of lopen, je moet altijd op die pont wachten. Maar ik vind oprecht dat die best wel vaak gaat. Kijk, s'nachts is het een ander geval. Ja, dan moet je dus best wel om. Maar als ze die brug op een gegeven moment gaan bouwen, of gaan ze dat echt niet meer doen? Jawel, gaan ze wel dan, doen. Dan is het dan. Ja, bootjes kijken. Waarom kan ze ook nog meer bootjes? Ja. Oh lord, Mila heeft allemaal dingen van thuis meegenomen. Nee, geef dat mes maar. Zo. Ja, mijn slijper, steentje, deze, geurdingetje. Lekker. We beginnen met koffie. Ik begin heel vaak bij koffie bij een restaurant.
Foefje heeft een creamy creamy koffie. En boekjes mee, stickers, hoppakee. En cola erbij trouwens. Ja, nou jongens, de vegan. Oh, hij is ook spicy van binnen. Vind je hem lekker, Mila? Te spicy? Ja, ze eten hem wel gewoon. We hebben hier ook boontjes. We hebben boontjes, we hebben dus avocado dingetjes. Uitjes. Dit is dus vegan biefstukje. Zoete aardappelfriet. En Foef heeft de echte biefstuk. En we hebben appelmoes. Nou, vegan biefstukje. Ik ben benieuwd. Ik heb de knoflookversie. Oké, we gaan hem proeven. Oeh, met jus. Oké, here we go. Oeh. Mmm. Oh, jongens. Oké, jongens, de ultieme combo. Sorry, mijn bord is al vrijwel leeg. Maar je bestelt die, of een echt biefstukje, I don't know. Maar ik heb die vegen. En dan neem je er uitjes bij. En dan doe je best wel een heap aan uitjes erbij. En dan doe je die appelcompote erbij. Zo. Oh, dit is lekker, deze mix. En dan doe je die avocado frietjes erbij. Heerlijk. Wauw, de zon gaat onder. Het is wel echt heel vet. Ja, doe maar, ga maar lopen, ga maar lopen. Ja. Dit is zo cute. Dit is allemaal zo cute. Och. Nee, ik heb het niet verteld dat ik moest huilen. Ze was zo lief naar de serveerster. Dat was echt niet normaal. Echt, ze ging heel goed helpen. En ze ging naar de toe rennen met een flesje. En dankjewel voor het eten. Was lekker. Ach, I can't. Toen moest ik huilen. Ja, maar we hadden niks gezegd. Nee, ja. We oefenden daarmee met haar. Maar ze deed het echt voor het eerst echt zonder enige aanwijzing. Ze ging vooral helemaal vertellen wat ze allemaal had gegeten. Ja, ja, ik heb dit gegeten en ik heb dat gegeten. Wauw. Kijk ze nou zo schattig met z'n tweetjes. Dat is te cute. Dat is, vind je de puppy's? Dat is zo interessant. Ga maar lopen, liefie. Kijk nou. Oh, daar nog een puppy. Oh, daar nog een puppy. Cutie. Deze vibe. Wel vroeger. Dus je dacht, oeh, daar moet ik even oplopen. Dat is toch heerlijk, jongens. Partij rustig ook hier zo. Ik was benieuwd of ze er overheen ging of niet. Oh, daar heb ik ook. Oh. Oh. Ja, het blijft hier gewoon wel. Het heeft gewoon iets. Het heeft iets Bernie's meets Brooklyn, New York. Bernie's? Ja, ik vind het iets. Bernie's hebben met al die. Ja, maar lampen. Maar ook dat kunstenaarsdorp daar en zo. Er is echt wel. Er hangt hier wel een hele fijne creative vibe of zo. Brooklyn / Miami Art District / Beetje dat, ja, met die muurschilderingen en zo. Ja. Het is. Ja, we hebben trouwens net de pont gemist. 17 minuten wachten. Kijk, dat bedoel ik. Te veel lol met haar. Which is fine, maar als je bijvoorbeeld naar je werk moet of je hebt een afspraak, whatever, dan zit je wel echt met een. Met een of als je s'avonds naar huis wil. Ja, of je bent hier s'avonds en je wil naar huis en dan zit je wel met een soort van. Kijk, maar dat is altijd met de tram en zo. Vroeger. Maar hier ga je, denk ik. Je kan wel met de tram, maar ik denk toch dat in Amsterdam ga je toch. Nee, iedereen met de pakt fiets. Hier de fiets of de pont om. Ja. Bij ons kun je ook met de fiets, alleen het lijkt wel. Ik weet niet waarom, maar het lijkt wel groter. Sorry, bij ons, Den Haag, jeetje. Oh, zo. Vroeger. Ik deed heel veel met de fiets. Het was meer verspreid of zo. Hier is alles meer op één kluitje. Ah, valt toch ook wel mee van de ene naar Eiburg fietsen. Ja, of je kan hier makkelijk fietsen. Maar met die De maan is hier achter je. Wow, daar. Man. Amsterdammers die ons volgen, waar wonen jullie? En wat vind je het leukste aan je wijk? En waar zou je willen wonen? Oh ja, vliegtuig. Maar dat is Jupiter en Neptunus. Ja, dat heb ik gezien vandaag opnieuw. Dat die twee sterren bij de maan, Jupiter en Neptunus. Heb jij dat ook gezien van die dude van TikTok? En hebben ze op nu.nl gepost? Ik heb het op nu. Maar laat even weten, waar woon je? Welke wijk? Wat vind je er fijn aan? Waar ben je opgegroeid? Ja, we willen ook de boot komt over. Ik denk zo'n 10 minuutjes, denk ik, hè? Ja. Echt, is dat zo? Ja. Oh. You guys, het is tijd om te gaan slapen. Wel rusten, brood voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Bye.